De internationals druppelen weer binnen bij Ajax. Zij komen terug van hun Interlandweek. Maar laten wij beginnen met een ander opmerkelijk bericht. Ik denk dat de fans een beetje geschrokken zijn. Een transferverbod voor Ajax. Hoe serieus moeten we dat nemen? Nou ja, als deze beste man, de voorzitter van Santos, Perez, als die naar het CAS stapt, ja, dan moet het serieus genomen worden. Ik heb even contact gehad met Ajax. Die gaan zelf niet reageren op deze boze voorzitter. Ja, de aantijgingen zijn dat Ajax onreglementair zal hebben gehandeld in zaken 17-jarig talent, Giovanni. Ja, die zou dan naar Amsterdam moeten komen. En ja, dat mag nog niet, ze mogen hem nog niet benaderen. De jongen heeft nog een amateurcontract, enzovoorts, enzovoorts. Dus die man was heel boos. Het schijnt volgens hem de tweede keer te zijn dat Ajax zich hier aan bezondigt. Maar bij Ajax halen ze voorlopig de schouders op en reageren ze er niet op. Dus een officieel statement is er niet te verwachten. Pas als deze man naar het CAS gaat en daadwerkelijk stappen onderneemt, ja, dan zal Ajax wel reageren. Dan laten wij het ook nog maar even rusten, want er staan veel belangrijkere dingen op de planning. Hele leuke wedstrijdjes komen er voor Ajax aan. Ja, dus blok 1 en 2 waren zeer succesvol. Goed afgesloten. Twee keer de Champions League gewonnen. Staan bovenaan in de pool. Ja, en dan komen er topwedstrijden komen eraan. Twee keer Chelsea en de klassieker in de arena tegen Feyenoord. Ja, en daarna ook nog de lastige wedstrijd tegen Utrecht. We vergeten RKC Waalwijk bijna. Daar beginnen ze straks weer mee. En alle internationals zijn goed teruggekeerd in Amsterdam. Ja, zo'n duel wordt al snel bestempeld als een telraamwedstrijd. Hè? Ja, dat moeten we niet, denk ik, zo benoemen en bestempelen. Want hoewel het eigenlijk verplichte tussendoortjes lijken voor Ajax, nemen ze zelf die wedstrijden echt heel serieus. Want ja, je kan tegen dit soort tegenstanders geen misstap veroorloven, want dat is heel duur puntverlies. Dus ze zullen het zelf heel serieus nemen. En met een trainer als Erik ten Hag hoef je daar ook niet, hoef je niet achter te gaan. Nou, hoe zijn ze teruggekeerd uit de interlandperiode? Wil je beginnen met de Nederlanders of met de buitenlanders? Laten we beginnen met de mensen die gespeeld hebben, de Nederlanders. Ja, nou, maar die komen natuurlijk heel goed terug. De plaatsing is bijna een feit. Noord-Ierland, Wit-Rusland, allebei gewonnen. Ja, volgende maand moet het dan gebeuren. Hè. Dan is de coëfficiënte Polonaise liep wel eventjes met de prestaties van de Nederlandse clubs. Maar de voetbalcrisis is definitief voorbij als we ons weer hebben geplaatst voor een groot toernooi. Ja, dat gaat volgende maand waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk gebeuren. Ja, dus die jongens die zullen allemaal met een grote glimlach terugkomen. Hè. Dan praten we over Daley Blind, Donny van der Beek, Joel Veldman en Quincy Promes. Daley Blind heeft 2 wedstrijden gespeeld, heeft het goed gedaan als linksback. Redelijk tot goed. Hè. Veldman mocht de 2e wedstrijd spelen, rechtsback, als vervanger van Dumfries. Nou, dat hebben we eerder gezien in de vorige interlandperiode. Ja, hij was meer een veredelde rechtsbuiten, had ik het idee. En dat is toch een beetje een onwennige rol, een soort 3-4-3 systeem. Om toch een beetje de tegenstander te verrassen. Voelde hij zich niet helemaal lekker in, had ik het idee. Bij Ajax speelt hij ook weer centraal achterin. Dus dat zal ook in blok 3 weer het geval zijn. Zal hij zich lekkerder voelen. Promes mocht de 2e wedstrijd spelen. Deed het niet heel onverdienstelijk. Had ook een assist bij de goal van Wijnaldum. En blijft over Donny van der Beek. Ja, dat is natuurlijk een bijzonder geval. Toen hij erin kwam bij Noord-Ierland zag je gewoon wel dat de wedstrijd omdraaide. Dat we wat gevaarlijker werden. En dat er ook gescoord werd. Tegen Wit-Rusland daarentegen was hij niet heel gelukkig. Speelde hij niet zijn allerbeste wedstrijd. En dat zal hij zelf ook gezegd hebben en hebben toegegeven. Het wordt heel interessant om te volgen wie daar nou gaat spelen. Martin de Roon wordt heel belangrijk gemaakt door Ronald Koeman. Hij bracht hem zelfs in om de grip tegen Wit-Rusland te herstellen. Nou, dat vond ik redelijk ver gaan. Maar ja, het geeft wel de status van de Roon aan. En het geeft ook aan dat Donny van der Beek ook niet zomaar weer zijn plek in het Nederlands elftal heeft. Dus daar zullen veel goede wedstrijden bij Ajax gespeeld moeten worden voordat hij een vaste waarde is in het Nederlands elftal. Laten we kijken over de landsgrenzen. Ja, was het een soort verkapte vakantieperiode, rustperiode voor de Ajaxiden? Ja, je zou het haast gaan denken hè, als je kijkt naar de spelers die zijn weggegaan, maar ook weer zijn teruggekeerd. En sommigen die hebben ja, niet 2 wedstrijden gespeeld, maar 1 of soms helemaal niet. Voor Erik ten Hag was dat natuurlijk heel prettig. Hè. Deze spelers krijgen wat meer rust in een overvol loodzwaar programma. Praat je over Dest, praat je over Neres, Alvarez, Martinez. Ja, die hebben allemaal niet gespeeld, dus die hebben lekker hun rust kunnen pakken. Wel getraind uiteraard. En dan heb je natuurlijk Ziyech die terugkeerde van het trainingskamp bij Marokko. Nou, die heeft wat lichte klachten, een beetje oververmoeid. Het is goed dat hij dan terugkeert en zijn rust pakt voor Ajax. Want tegen Chelsea zal hij er willen staan 2 keer. Nou ja, hetzelfde geldt voor Tadic. Had wat lichte rugklachten. Speelde niet de belangrijke interland tegen Litouwen met Servië. Werd aan de kant gehouden. Nou, dat is voor Ajax denk ik ook goed nieuws. Niet forceren. Ja, en dan Tagliafico die speelde de eerste wedstrijd, oefenwedstrijd, tegen Duitsland wel. Maar daarna de 2e wedstrijd, Ecuador, werd hij ook aan de kant gehouden. Niet omdat hij slecht speelde, want hij is een vaste waarde in het Argentijnse elftal. Maar ook om hem wat rust te geven. En zo
is Ajax denk ik wel spekkoper na zo'n interlandperiode. Waarbij je eigenlijk van tevoren, ze zullen trainers het niet zo prettig vinden dat ze hun spelers kwijtraken. Want ja, dan is er geen tijd om te trainen. En nu kun je zeggen van, dat het voor Ajax misschien wel heel louterend werkt. Dat de spelers even wat extra rust hebben gekregen. Alvarez kreeg ook even rust, behalve van jou dan. Want jij wilde hem nog even te pakken krijgen. Nou ja, dit was een mooi moment, omdat hij niet met Mexico meeging naar Bermuda bijvoorbeeld, waar ze moesten spelen. De spelers die het Mexicaanse elftal de Gold Cup hebben gewonnen, die kregen nu wat meer rust. Nou, voor Alvarez is dat hartstikke lekker. Die jongen die maakt ongelooflijk veel mee, hè, sinds zijn overstap naar Ajax. Ineens de controlerende middenvelder bij Ajax. Hij is in een vreemd land, bij een nieuwe club. Nou, daar hebben we hem over gesproken en het is een heel openhartig interview geworden. We zijn bij hem thuis geweest. Hij zit goed in zijn vel. Deze jongen is blij. Hij heeft een lange weg achter de rug. Daar praat hij heel openhartig over. Van de straten in Mexico, zoals hij het benoemt, naar de Champions League. Heel bewust gekozen voor Ajax. Hij vertelde dat de deur naar PSV voor Mexicaanse spelers altijd open staat. Maar dat was de veiligste weg geweest, zei hij. En ik wil buiten mijn comfortzone. En Ajax is buiten mijn comfortzone omdat ik de eerste Mexicaan bij Ajax ben. Maar ook vanwege het spel van Ajax. Dat is het meest moeilijke spel dat je kunt spelen. En daar wil ik me in scholen. Hij noemt de Nederlandse voetbal het ABC van het voetbal. En hij wil graag bij Ajax de finesses leren die nodig zijn. Om het typische Ajax-spel onder de knie te krijgen. Nou, goed, het gaat met hort en stoot. Het gaat nog niet altijd even goed. Het is wel mooi dat Ten Hag voor hem gebruikt in de grote wedstrijden. Hè, de Alvarez-variant. Maar hij geeft zelf ook aan. Ik ben nog volop in de aanpassing. En dat is ook logisch. Hè. Als je uit Mexico komt, vreemde taal, nieuwe club, nieuwe cultuur. Moet je je aanpassen. En ook nog de speelwijze van Ajax. Waarbij als middenvelder veel van je wordt gevraagd. Moet je die jongen nog iets meer tijd geven om misschien wel uit te groeien tot een van de sterkhouders op het middenveld. En hij gelooft daar zelf heilig in. Dus ik denk, en Edwin van der Sar die gaf in Amerika aan. Hè, de directie van Ajax was in Amerika om enkele lucratieve deals te sluiten. Met ESPN, Bleacher Report. Maar die gaf daar ook aan omdat ze heel blij zijn met Alvarez. En dat ze echt een hele goede slag geslagen hebben.